Wat denk jij als je het allemaal ziet? Nou, ik moest een beetje nadenken bij het vorige item. Het is een soort van drietrapsraket die volgens mij nu afgaat. Eerste is dat alle spelregels die je hanteert bij zo'n kwestie, hoe je daar met communicatie om moet gaan, die worden door D66 genegeerd. Dus dan heb je het over dingen als een duidelijke keuze maken voor het slachtoffer. Hè, waar we het net over hadden. Slachtoffers die zijn slachtoffer. En op het moment dat ze het gevoel krijgen dat de leiding, de top, hen niet serieus neemt, dan voelen, zeggen slachtoffers zelf vaak, zich dubbel slachtoffer. Hmm. Nou, en zij moeten hier centraal staan in ben dit. Ik ook met je eens over, wat is hier gebeurd? Hè, die slachtoffer heeft haar pijnlijke verhaal verteld. Denkt dat daar op een respectvolle manier mee om wordt gegaan. En vervolgens gaat D66 naar buiten en zegt, nou, dus het is heel veel gebeurd. Structureel is niks aan de hand. Zij voelt zich natuurlijk bekocht. Want zij denkt, er is niks gebeurd. Die Frans van Drimmelen, die gaat gewoon door met zijn, zijn toestanden. En ik word niet erkend. Dus dat gaat er, dus dat, en zo gaat er heel veel mis. Op het moment dat je dus niet duidelijk aan die kant van het slachtoffer gaat staan, dan ga je dus aan de daderkant staan. En dan heb je als organisatie een probleem. Empathie, heel erg belangrijk. Een Kamer die zegt, ja, betrokkenen. Nee, slachtoffer. We hebben het niet over betrokkenen, we hebben het over slachtoffer. Je verantwoordelijkheid nemen, heel belangrijk. Niet zeggen van, ja, maar ja, dit is een vrijwilliger, dit is een partij. Nee, ik ben de politiek leider, ik ben de baas van deze club. Deze man had een prominente plek, dit accepteer ik niet. Mm-hmm. Gewoon naar binnen dat toe, is dus, naar buiten toe dat ook. Zijn allemaal de basisregels. Naar binnen.